Hallo, vandaag gaan we impuls maken. Ik heb er zin in. Veel kijkplezier! Eerst doen we mensen-maatschappij en mensen-natuur in de kom. Mensen-maatschappij en mensen-natuur worden op dezelfde manier gegeven. Je hebt een lijst met onderwerpen waarin je elke periode 2 van moet maken. Dit mag samen, maar ook alleen. Dan doen we leren leren in de kom. Leren leren is een typisch impulsvak. Je krijgt hier les over hoe je het best kan leren, maar je krijgt ook les over hoe je brein in elkaar zit en wat je moet doen als je problemen hebt thuis of op school. Dan doen we er een beetje wiskunde bij. Op Impuls werken we aan wiskunde met de site WisWeb. Hierop krijgt iedere leerling een overzicht van opgaven. Die opgaven moeten ze binnen 2 jaar af hebben. Dan doen we er een beetje coaching bij. Je hebt elke dag van de week coaching. Dan zit je met je coach en je kring te praten over wat je leuk vindt op school of wat je juist tegenvalt. Je coach is ook het hele jaar door je aanspreekpunt. Dus als je problemen hebt, kan je altijd naar je coach toe om hulp te vragen. Dan doen we de talen erbij. Engels wordt gegeven op een normale manier. Je krijgt toetsen, opdrachten en ook huiswerk. Met Engels doen we vaak opdrachten in een les. Dan krijg je aan het begin van de les een opdracht en aan het einde van de les ga je die presenteren. Frans. Frans wordt ongeveer op dezelfde manier gegeven als Engels. Alleen doen we hier vaak opdrachten die je in 2 of 3 lessen mag maken. Dan doen we Duits erbij. Duits doen we anders. Bij Duits kijken we vaak filmpjes of films in het Duits. Natuurlijk wel met Nederlandse ondertiteling. En we doen ook vaak grammatica. Als laatste hebben we Nederlands. Bij Nederlands werken we met een taalportfolio. Dat is een map waarin je alles voor Nederlands stopt. Tijdens Nederlands werk je hier dus ook aan. Binnen 2 jaar moet je map volledig af zijn. Je kan zien wat erin moet aan de afvinklijst. Dan doen we de echte impulsvakker erbij. Als eerste setting. Setting is een soort van werkstuk. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar je maakt het alleen of in een groepje. Na 1 periode moet het af zijn. Dan ga je je setting presenteren aan de school. Dan hebben we community. Op je puls heb je 2 keer per week een uur community. Je kan 2 keer per jaar in een andere community. Communities zijn groepen die iets doen om de school beter te maken. Je hebt bijvoorbeeld de horeca community. Die maakt elke pauze iets gezonds en verkopen dat dan voor 1 euro. Als dat goed gemengd is, stop je dat allemaal in een schoolpand. Als alles klaar is, stop je het in de oven. Dan is je impuls klaar. Ik vond het erg leuk om te maken, dus ik zou zeggen, pak een stukje en geniet ervan.